wij Europese wedstrijden speelden en inderdaad ook richting de Champions League gingen we al 3 dagen op trainingskamp. En op maandagavond gingen we met alle spelers gingen we altijd naar de bioscoop. En daar hebben wij inderdaad ook All-Stars hebben wij gezien. Ja. Nou goed, ja, dat is zelfs voor professionele spelers, zal ik maar zeggen. Dus het is heel erg herkenbaar ja, hoe jullie vanavond hier staan, het feest maken, de wedstrijd beleven, verdriet beleven met elkaar, plezier maken. Absoluut, een totale verrassing. Ik wist echt niet waar ik heen ging en wie er zouden zijn. We zaten met 40 man in de bus. We kwamen hier aan en er stonden nog 200. Maar we hebben continu gelachen. En hele herkenbare momenten uit je eigen carrière haal je terug.